We hebben er veel over gemopperd, maar inmiddels prikken we wat af hier in Nederland. Elke Nederlander van 18 jaar of ouder heeft inmiddels een afspraak kunnen maken. In totaal zijn er nu ruim 15 miljoen prikken gezet. En van alle volwassenen heeft nu 2/3 een eerste prik gehad. De helft daarvan is zelfs al volledig gevaccineerd. En het resultaat mag er wezen. Het goede weer helpt natuurlijk ook enorm, maar ook de vaccins doen echt hun werk. Hier zie je bijvoorbeeld dat de oudste Nederlanders, zeg maar de donkere lijntjes, die als eerste een prik kregen, die laatste coronapiek eigenlijk nauwelijks hebben meegemaakt. En dat was daarvoor wel anders. En hoe ouder de Nederlander, des te minder besmettingen. Goed nieuws dus, voor ons. Maar hoe gaat het met de rest van de wereld? Eerst maar eens de EU. In de EU gaan we behoorlijk gelijk op. In de meeste landen heeft meer dan de helft van de bevolking een eerste prik gehad. Al zijn er ook wel een paar landen waar het een stuk minder hard gaat, zoals in Bulgarije en Roemenië, daar rechtsonder, waar de vaccinatiebereidheid erg laag is. Maar goed, in principe wordt er dus in de meeste EU-landen flink doorgeprikt. En als we zo doorgaan, zo rekende Bloomberg uit, dan is over 3 maanden 75% van de EU-populatie gevaccineerd. Maar hoe zit het met de rest van de wereld? In de meeste landen niet best. In totaal zijn er nu 2,9 miljard vaccins gezet. Genoeg om ruim 19% van de wereldbevolking volledig te vaccineren. Veel weinig dus voor gezamenlijke groepsimmuniteit. En in de praktijk heeft het ene land natuurlijk veel meer vaccins gezet en het andere land juist weinig. Hier zie je hoe groot de verschillen zijn. Wij hier in Europa zitten er eigenlijk maar warmpjes bij, net als in de VS en Canada en in China. En dan heb je nog een soort middencategorie. Denk aan Brazilië, die schommelt zo rond de 23% volledige vaccinaties. En Marokko zit op 26%. Maar wat vooral opvalt natuurlijk zijn die hartstikke lichte gebieden. In Indonesië bijvoorbeeld, daar rechts, het vierde grootste land ter wereld, is nog maar een kleine 8% van haar populatie volledig gevaccineerd. En dat is nog veel ten opzichte van Mali, waar slechts 0,5% een prik heeft gehad. Het is dus erg ongelijk verdeeld. Sterker nog, de rijkste landen hebben samen 40% van de vaccins weggeprikt, terwijl ze samen 11% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Ze vaccineren samen 25% sneller dan de armere landen. En dat is geen goed nieuws. Hoewel er een mega-operatie gaande is, qua vaccinaties, is het bij lange na niet voldoende. Als de wereld op dit tempo doorprikt, dan is pas over een jaar wereldwijde groepsimmuniteit bereikt. En dat is problematisch. Want in de tussentijd ontstaan er al maar nieuwe varianten waar die geprikte vaccins weer minder goed tegen beschermen. Kijk bijvoorbeeld naar Engeland. Nog niet zo lang geleden keken we daar jaloers naar. Zij mochten weer open en wij nog niet. En dit is nu wat er bij hen gebeurt qua besmettingen. Dankzij de Delta-variant uit India gaat het weer de foute kant op. De grenzen gaan weer langzaam dicht voor de Britten. Er is dus alles aangelegen om ook wereldwijd flink door te prikken. Anders wacht ons een hele vervelende winter. Vond je dit een interessante video? Download dan de RTL Nieuws app voor meer van dit soort video's.